Maar oké, ik heb ook leuke dingetjes gehad. Onder andere voor Halloween. Om voor het raam te zetten. Leuk, hè? In plaats van koffie, ook aan een eitje. Ik heb dus een tongpiercing. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag, de 23e september. En we leven om 13:45. 13:45. Ja, ja. De tijd houdt geschaft als jij wel geschaft houdt. Ja. De tijd loopt door, maar ik ben jullie in eerste instantie. En hartelijk welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, dat komt helemaal goed. En ja... Ik ben weer helemaal in mijn huppie. En ik heb Jack van Surrelo voorbij laten lopen. Kijk het maar. Ik ben moe. Ik heb een rotnacht achter de rug gehad. En ik had last van mijn maag. Maar het maakt niet uit. Ik heb een prettig boeien. En de beestjes waren hartstikke lief. Ook Frodo was niet in orde. Ewen die heeft net weer overgegeven. Frodo heeft het vanochtend overgegeven. Dus ja, vind je het gek dat ik nou net uit mijn bed kom? Nou nee, ik niet. Maar het doet er allemaal niet toe. Ik moet in ieder geval straks wel weg. Want mijn nieuwe armbandje die ik bij de Indianenkraampje had gekocht met de Juttersmarkt. Dus dat kreeft al. Ik moet dat kunnen zien. En dan wil Frodo naar binnen. Dus die laat ik eerst even naar binnen. Ja, laten we eerst even naar binnen. Kijken wat meneer wil. Oh, dan loopt hij ook alweer weg. Nou. Kom dan. Brief van Frodo. Hey, kanjer. Kom dan. En dan gaat nog weer naar buiten. Moeten jullie niet eten zo meteen? Ja? Ewen? Ewen? Kom. Kom maar. Kom de deur gaat dicht. Dan krijg je eetjes. Kom dan. Nou ja, dan moet ik de deur nog open laten. Ja, ik heb ook niks aan doen. En die is weer een gek doen. Maar oké. Ja, dus die drie moet ik ook nog even eten geven. En of ze überhaupt wel eten willen, dat is vraag 2. Na overgeverij. En Frodo heeft nog eten staan. Ze bakt met brokjes. Hij heeft van de week al wel lekker aan het eten geweest. Maar of die het verderop gaat eten vandaag nog, ik weet het niet. Hé, hey, Jur. Ik noemde de hek ook. Maar ja, gaat ook alweer over dat ik een oud kereltje ben. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne middag. Geniet ervan. Hier schijnt de zon, maar er hangt ook bewolking. Maar er kan ook niks, dat pret niet druk. Het waait wat. Maar of het koud is, weet ik niet. Ik heb nou de deur dus even open voor eeuwen. Maar ik wil wel de warmte erin houden. Dan hoef ik s'avonds niet... al te gaan stoken, anders moet je s'avonds stoken. Nou, dat doe ik niet. Nee. Ga ademassen al. Kijk, daar is ons prinsesje. Nou, dan gaan we de deur even dicht doen. Ja. Pipo. Jij bent de Pipo. Jij bent de Pipo, jij. Kom dan, kan dat. Kan dat hier. Kom. Kom, krijg je eten? Moet je niet eten? Nou, kom dan. Eten. Eten. Kom. Dan gaat hij dicht hoor. Hé, je bent een boef. Ja, nou, kom dan binnen. Kom dan binnen.
Nee, nou ja, ik... Jongen, dat doen. Nou, ik ga gewoon eten maken voor ze. En dan komt hij zelf al gewoon meteen wel naar binnen. Ja hoor. Maar we waren met mijn armband bezig. Ja. Nou is het zo. Nou viel. Dat dingetje eraf. En daar behoort een pennetje doorheen te zitten zoals een horloge ook heeft. Dat pennetje is Futsi Futsi. Maar ja, dan moet hij er wel weer aan. En ik denk dat het gewoon bij een juwelier wel kan. Dus ja, daar moet ik even mee weg. Want ik wil dit graag weer om. Ja toch, daar koop ik hem voor. Nou, lieve vrienden, hij staat al te mekkeren voor de deur. Dus ik zou zeggen, geniet van alles en tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, van weg geweest. Mijn armbandje is weer gemaakt en heb ik weer om. De kreeft heb ik weer om. Meeuw. Oude mekker. Meeuw. Meeuw. Wil jij weer wat eten? Hé? Nou, dan pakken we je eten toch, schat. Ja, dat is nog een kandel. En dit is van jou, maar dan moet je het erop afwikkelen. Zo. Nou, kijk eens aan. Zit je ermee? Er zit steeds in. Nou, je zit vitamin, hè? Nou, je krijgt niet anders. Je kunt alles dat opeten of je krijgt niks. Simpel. Ja, toch? Ja. Eet door de pot, schat. Maar oké, ik heb ook leuke dingetjes gehad. Onder andere voor Halloween. Om voor het raam te zetten. Leuk, hè? Deze zet ik aan de tuinkant voor het raam. Ja, waarom? Omdat ik voor de keuken al heb. Ik leg hem boven. Ja, nou, ga jij eens even naar de kant. Wat voor een dikje. Dan heb ik voor Frodo weer wat. Van deze stokjes. Die kennen jullie ook wel. Die is Frodo heel gek op. Ik heb containerstickers gehaald. Zoals de een. Ja. Nou, ik heb twee containers, dus ja, dan moet je voor twee keer. En... ja. Ik ga gek doen morgen. Morgenmiddag. Ga ik gek doen. Althans, morgenmiddag. Het moet om 11:30 zijn, dus dat is nog in de ochtend. Maar ja, dan ga ik iets heel gek doen. Dan denken jullie, hè? Zo oud en dan doen we... Er zijn mensen die nog ouder zijn dan dat ik ben. Ja, en hola. Zo. Er zijn mensen die nog ouder zijn en nog veel ouder dan dat ik ben. Ja. Wat een tongpiercing morgenmiddag zetten. Dus helemaal leuk. Helemaal leuk. Ja, ik zie er naar uit. Daarom heb ik dit moeten kopen. Nou ja, ter voorkoming van infectie naar tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen. Nou ja, het is een ingreep, ja. Dus die heb ik dus gekocht. En nou ja, ik moet even ijsjes nog halen morgen. Nou, dan kom ik morgen op de terugweg. En dan, ja, ik weet niet hoe ik morgen ben als ik terugkom. Ik heb wel hondsberoerte misselijk zijn, want het is natuurlijk in je mond en oren, dat is heel anders allemaal. Ik vind ze nou trouwens ook verder er niet in, helemaal vergeten, maar het maakt niet uit. En nu ga ik zo meteen Karin bellen, want die heeft mij gebeld, ook op mijn mobiel, dus die zal ook wel weer hierop gebeld hebben. Ja, twee gemiste oproepen, eentje weet ik, die is van Jan van Dam. Maar ja, die moet ik ook vanavond even op zijn mobiel terugbellen, want hij heeft het met zijn mobiel gedaan. En ja, dat kan ik even. Ja, gaat gewoon door allemaal. Dus ja, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En jullie horen we straks alweer. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer
24 september en we leven om 9 uur 53, dus bijna 10 uur. En nou zit er een vliegje voor mijn oog. Ja, en dan weet ik het helemaal niet. Maar ja, oké, maakt er allemaal niet uit. Gaat het, hopelijk vertrekt het weg. Dat prikt trouwens ook, dus er zit een haard in of zoiets. Maar oké, waarom ik er zo vroeg uit ben? Ja, ik moet dus even weg. En ik laat het resultaat wel zien als ik er terug ben. Ja. Ik moet naar de andere kant van Den Helder toe. En ik laat dan wel het resultaat als ik weer terug ben. Dat ik het zie. Maar ik wens jullie nu als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog weer van Corina en de Beestenboer. Ja, we gaan er weer tegenaan. Ik denk wel dat ik vanmiddag wel weer even terug ga horizontaal. Want ik heb het nog 6 uur zien worden vanochtend. De hele nacht leggen te roelen, te draaien. Weer last van mijn maag. Dus ja, ik weet niet wat dat er aan de hand was hoor. Maar in ieder geval. Ik zou wel weer iets genuttigd hebben waar mijn maagje niet tegen kan. Iets wat misschien door de vla heen zat, ik weet het niet. Maar ja, het doet er niet toe. Het was in ieder geval wel lekker. En ik weet niet wat ik vandaag ga eten. Nee, dat weet ik nog niet. Er is mijn nacht te vroeg voor en daar hou ik me nog helemaal niet mee bezig. Ik moet trouwens mijn oorbel nog even in doen. Maar dat komt zo wel. Nou, niet vergeten. Nee. En ik ga nou de diertjes even eten geven. En ik ga een bakje koffie nemen. En een broodje pakken. Ja. We gaan lekker even smullen, smikkelen en weet ik veel wat. Hé, Ewin. Ewin. Kikkeboe. Maar dit is Gandalfie. Maar die riep ik niet. Nee, en duidelijk meneertje Frodo. Die riep ik ook niet. Nee, ik riep Ewin, maar die is continu de eigen aan het wikkelen en aan het wassen. En als het dan doodstil is, zoals midden in de nacht, en je hoort dat, dat irritante gelik, nou dat houdt je ook uit je slaap hoor, gegarandeerd. Maar oké, het is hier heel vreemd weer. Triest, grijs, grauw, hier en daar een heel klein beetje blauw. Af en toe komt het zonnetje er huilerig doorheen. Maar of ze dat redt vandaag, ik weet het niet. Misschien bij jullie. Ja, wie weet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga die kant op. Dus ja, het zal ook nog wel pijn gaan doen, denk ik. En ik weet niet of ik kan praten als ik terugkom. Nee, ik weet het niet. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Karin wel, maar die zei me niks. Nee. Dus ik ben benieuwd. Ja, Karin die heeft hetzelfde dan wat ik nu ga laten doen. Dus ja, ik vind het leuk. Zij vindt het stoer en gaaf. Dus ja, we merken het wel. Als ik niet kan praten, schrijf ik van tevoren een briefje. Even sorry. Momenteel lukt het even niet, maar ik laat jullie wel zien. Ja. Maar oké, komt wel goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, ja, het is heel raar vreemd weer. Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Maar oké, ik ga er doorheen. En we zien elkaar straks. Ik laat jullie wel thuis. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik kan wel praten, maar het klinkt misschien voor jullie wat raar. En in plaats van koffie, ook aan een eitje. Ik heb dus een tongpiercing, heeft Karin ook. Ja, ik vind het allemaal wat eng en vreemd nog, maar oké. Doet het niet toe, komt wel goed. Ik moet over 14 dagen weer terugkomen. Dan krijg ik de officiële drink. Ik heb nou deze is eigenlijk groot hoor. Maar deze is, ja... Ik denk dat Karin en iedereen die een tongpiercing heeft, die dat wel weet. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen nog mijn ijsje op hebben na bed. Want ik ben bek af, ik heb hoofdpijn, het is koud. Het begint weer te regenen, ik ben net op tijd. Het regent al, miserig. Dat miserweer.
Dus ik ben net op tijd binnen. Ja. Dus ik ga lekker een eitje eten en dan ga ik weer lekker naar bed toe. En wie er aan de deur belt, die belt me in het heen. Ik ben vandaag niet. Nee. Ze zeggen tot later en ik weet niet of ik vandaag nog terugkom. Maar dat merken we wel. Ja, misschien aan het einde van de dag. Ik zou zeggen, tot dan. Later. Ja, en dan heb ik nog een pruik gekocht voor Halloween. Mijn hoed erop. Er zit ook wel van het paarse nylon haar aan. Maar dat is troep. Dus dat is er vandaag of morgen ook wel een keer af. Maar het is lang haar. Leuk. Grappig. En dit is zover ik weet geen nylon, want dit kriebelt ook niet. En dan op denk ik dat ik vroeger van mezelf ook lang haar heb gehad. Maar dan blond en dan zo'n bos krullend haar. Ja, maar oké. Ik vind hem wel grappig. Holé. Want ik word aan mijn oorbel, of dat nog. Oh, oh, oh. Gaat goed. Met mij, maar niet heus. Ja, daar ligt hij. Dat is één. En dat is twee, mijn slootje. Maar ja, kijk. Ik vind hem wel wat groot. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niet. Dit moet ik op mijn hoofd. Dus ja, helemaal leuk. Helemaal leuk. Ja, en nog mooi paars op. Dus ja, ik vouw hem weer netjes op. Maar ik doe het even anders dan hun. Want die pony, dat zat zo raar. Dus ik doe hem nog lekker. En dan weer in het netje, want dat zat in het netje. En dat houdt het mooi bij elkaar. Dat netje. Zo. Zo, netjes toch? Dat is helemaal mooi in een netje. En dan kan het zo meteen weer in de zak. En ik ben nog met mijn ijsje bezig. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. We zeggen, geniet van jullie dag. Ik ga dat zo meteen op mijn bed doen. Ga ik genieten van een slaapje. Ja, want ik heb vannacht, nou ja, als je nog 6 uur ziet worden. En je moet bij tijd eruit. Dat werkt niet, hè? Nee, ik ben echt gaar. Ik ben op. We zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik was 6:15 pas weer uit bed gekomen, dus ja. En toen ben ik eerst maar voor jullie aan het werk, tenminste voor jullie, ook voor mezelf natuurlijk, maar ik ben aan het werk geweest. Nou is de computer bezig, de dieren hebben al eten gehad, lang al gelijk dat ik beneden kwam. En nou ga ik even voor mezelf proberen wat naar binnen te krijgen. Ja. Want ja, ik stond op met barstende hoofdpijn, dat is nou een beetje gezakt, maar daardoor ben ik ook weer misselijk. En je weet het allemaal wel, ja, jullie hebben toch wel eens, denk ik. Ja, ik ben niet de enige die wat mankeert. Nee, en ja, dat is ook wennen, hè. En ik moet daar 14 dagen mee doen met die. En dan moet ik terugkomen en dan krijg ik een ander. Nou, dat is een beleven. Maar ik ga even een noedelsoep maken. Kijken of ik dat werking krijg. Eindelijk is er een lekker toetje gekocht. Even koekeloeren. Van Almhof. Nou, dat is lekker. Met aardbeien 0% vet. Dus ook nog goed voor me. Ja, zet hem weer terug. Blijft ook lekker koud. Nou, nu wil ik een bakje koffie proberen. Ik heb nog 1 bakje koffie gehad voor vandaag. Nou, dat was vanochtend. Voordat ik die erin kreeg. Dus ja, ik wil dat weer proberen. Ik heb 2 eitjes op. Ik heb water gedronken, dus ik wil het toch weer even proberen. Lukt het niet, ik kan het altijd nog weer veranderen. En anders laat ik mijn koffie koud worden. Ik trommel koffie met een koude koffie. Dus ja, het is zo. Het is even wennen en ja,
vandaag of morgen, dan voel ik niks meer. Ja, dan voel ik dat ding nog zitten, want die is te groot. Maar ja, oké, kan gewoon ook gebeuren. Ik praat gelukkig. En ja, sommige lettertjes, dat doet me nog wat pijn. Maar voor de rest mag ik niet plagen. Nee. Kan dat? Ik ben een nat beestje. Ja, helemaal nat. Ik kan wel af, ja. Of niet dan? Ja, hij kwam nat binnen, want hij was niet thuis dat ik de rest te eten gaf. En dan kwam hij later heel zielig miauwen voor die deur van het regen. Laat me erin. Hé? Maar oké, ik kan allemaal de pret niet drukken. Ik zit trouwens lekker nog in mijn pyjama. Ik denk, ik ga voor die paar uren me niet aankleden. Nee, er komt toch niemand met dit weer, want het hoog steeds en het waait steeds. Het is slecht weer. Dus ja, ik hoop ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En wees lief voor elkaar. Voor later op de avond natuurlijk wel rustig slaapbreken met mooie dromen. En morgen uiteraard weer gezond op. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei. Ripples fade.